Op naar de binnenstad van Groningen deze Black Friday. Dat was vandaag de missie van veel mensen in het centrum, want het was flink drukker dan andere vrijdagen in de stad. En dat ondanks de dreigende schaduw, of misschien dankzij de naderende strenge coronaregels die voor winkelen gaan gelden. Winkeliers proberen al de hele week elkaar te overtreffen met de beste aanbiedingen met vandaag als hoogtepunt Black Friday. En dus vandaag moesten die tassen... Helemaal vol. Moet nog voller hoor. Het koopfestijn is overgewaaid uit Amerika. It sure is. Yep, it's a big holiday over in America. And that's actually where I'm from, is the States. Yeah. So a lot of people lined up early. They're out there right now. And they're going to be opening those doors pretty soon and getting their $100 big screen TVs. Yeah, the start of the holiday season. Yep, exactly. All the Christmas presents. And of course, last night was Thanksgiving, so... Everybody's looking at their magazines and picking out what they would like. And I see it's here in Europe as well, which is great. It's pretty nice. Wat vooral ingeslagen wordt zijn merkkleding, elektronica en luxe accessoires zoals sieraden. Ik ga even voor een broek kijken. Een broek? Ja, die zijn normaal heel duur, dus nu krijg je nog een... Heb je van tevoren ook dan, nou, kijk je ook gewoon van tevoren waar je dan moet zijn? Ja, ik vind Levi's broek het comfortabelst. Ja, wat is dan eigenlijk bij uitstek iets wat je Black Friday gaat halen? Goeie, weet ik niet eigenlijk. Kleren denk ik wel. Kleren, ja, maar sieraden ook. Ja. Eigenlijk alles wel. Niet iedereen was te spreken over de kooplust van de Groningers. De actiegroep Extinction Rebellion is tegen Black Friday omdat de commercialisering van de maatschappij in hun ogen de oorzaak vormt van de klimaatverandering en alle gevolgen daarvan.